Nanook heeft. Ik heb natuurlijk, omdat ik al haar volkfilms ook heb gedaan, kon ik heel goed zien hoe verandert de film van wat er op papier was, uiteindelijk naar wat de film dan wordt. En ik vond dat Nanook. Ja, in het verleden wel, dat is geen kritiek, maar meer een constatering. Soms een verhaal vrij meer traditioneel opschreef. Zeg maar als een, nou niet als een Amerikaanse film, maar wel meer zeg maar vrij dramatisch opgebouwd. Terwijl als ze dan de film uiteindelijk ging uitvoeren, bleek dat zij eigenlijk veel radicalere keuzes wilde maken in de ordening van het materiaal wat ze had gedraaid. En dan week ze daar vaak behoorlijk af van het scenario zoals dat er lag. Dus een van de dingen waar we bij Brownian Movement over hebben gesproken is of dat niet veel meer in het script al in een eerdere fase tot uitdrukking zou kunnen komen. Ook omdat je dan, ja, dat gaat niet over geld, sec, maar omdat je dan veel efficiënter kan werken en eigenlijk misschien al op voorhand meer weet wat je wil gaan draaien. Dat gebeurde in die drie delen heel duidelijk. Waar het niet dat uiteindelijk toch weer, ondanks dat het scenario al minder mainstream was dan de voorgaande, werd de film nog weer veel radicaler dan op papier was. Bij het maken. Ja, bij het maken. Bijvoorbeeld in het tweede deel, daar zitten heel veel gesprekken in met een psychiater. In het scenario waren dat, ja, je zou bij wijze van spreken kunnen denken, zoals zo'n serie in therapie gewoon. Je zit in een kamer en je ziet die psychiater de hele tijd. Maar in de film is dat uiteindelijk toch geworden dat je vooral op Sandra Hüller gefocust bent. Op de manier waarop zij uitspreekt wat ze voelt. Veel meer dan op een ja, meer dramatisch geordende scène van shot tegen shot op de persoon die luistert. En dat is wel gedraaid. Dat is allemaal wel gedraaid, maar dat is in de montage uiteindelijk toch ook weer gebleken dat ja, Nanook daar heel ja, radicaal kiest voor een bepaalde sfeer van iets en dat dan in de vorm uiteindelijk doorzet. Maar je kan dat natuurlijk ook niet altijd voorzien. In hoeverre ja, hoe je denkt iets te gaan draaien, of dat dan wel het effect heeft wat je daar uiteindelijk mee beoogde. De voorgaande films van Nanook waren allemaal redelijk bescheiden van budget. Voor arthouse film kan je in je eigen land, zoals in Nederland, denk ik zo gemiddeld 1 miljoen euro bij elkaar krijgen. Omdat er maar weinig mensen naartoe gaan in je eigen land, is daar ook dan minder geld voor om dat soort films te maken. Minder dan voor de Eetclub of voor grotere, hè, grotere publieksfilms. Dat betekent eigenlijk wil je een film maken die wel die uitstraling heeft qua production value, dus mooie locaties, veel draaidagen, goede acteurs. Nou, dan zijn die films eigenlijk te duur om alleen maar in Nederland te financieren. Dat betekent dat je in het buitenland geld moet zoeken. Maar waarom zouden buitenlandse mensen in een film meedoen waar alleen maar Nederlandse acteurs in zitten die ze toch niet kennen? Dus je gaat dan eigenlijk naar dat hele pakket kijken van hoe kunnen we dat op een dusdanige manier maken dat dat voor meer landen interessant is dan alleen maar voor Nederland. Dus je probeert zo'n film van meet af aan op te zetten als een film die ook nog los van hoe het allemaal wordt gemaakt, ook voor een internationaal publiek interessant is. En dat is toch ook vaak door internationale acteurs daarbij te betrekken. In dit geval dus Sandra Hüller. We hebben dit gecast met een Britse casting agent, met Shane Beek, die ook bijvoorbeeld Control van Anton Corbijn had gecast. En dat zijn castingagenten die ook meteen toegang hebben tot het niveau van acteurs wat je zoekt. Nou, er waren heel veel namen die de revue zijn gepasseerd. En op een gegeven moment kwam Sandra heel erg naar voren als een mogelijkheid. Nou, en dan gaat het heel snel, dan wordt het eigenlijk automatisch een co-productie met Duitsland. Het is heel raar om in Frankrijk met Sandra Hüller, die daar dan bijvoorbeeld weer minder bekend is dan in Duitsland, om daar dan geld te gaan zoeken. Ja. En het helpt ook om Duits geld te genereren. Je kan het geld uitgeven in Duitsland, omdat je daar ook kan draaien met zo iemand. Ja, de fondsen geven liever geld of Duitse televisie aan een actrice uit Duitsland. Dus dan is dat ook makkelijk om die financiering rond te krijgen. Nou, bij een co-productie is het zo dat in eerste instantie probeer je als leidende producent, dat ben ik dan omdat ik het meeste geld inbreng vanuit Nederland, probeer je een team zo samen te stellen dat de regisseur optimaal kan functioneren. In de praktijk komt het op neer dat jouw partners uit het buitenland, die willen allemaal hun mensen erbij hebben, want dan is het makkelijker om dat geld bij die fondsen en financiers daar los te krijgen.
Nou ja, dat is een onderhandelingssituatie dat je zegt van nou, in ons geval was de montage was al vast. Want dat is de vaste editor die al Nanooks films heeft gedaan. De camera was in dit geval open omdat de cameraman van de vorige twee films niet beschikbaar was. Dus daar zat wat ruimte. Maar stel dat dat niet zo was geweest, ja, dan was dat ook al vergeven, zeg maar. Dus zo ga je op een gegeven moment ga je zeg maar met een soort schematisch ingevulde crew ga je op pad. En dan kunnen die lege plekken in een onderhandelingssituatie worden ingevuld door die andere landen. En met die verstanden wel dat dan mensen moeten zijn die wij natuurlijk zien zitten, die een goede achtergrond daarvoor hebben, het moet klikken enzovoort. Ja, als je met verschillende partners op zo'n film werkt, dan blijkt wel dat iedereen eigenlijk, je doet het samen, maar iedereen wil toch even zijn ding ermee doen. Nou, en dan krijg je natuurlijk in Nederland, is bijvoorbeeld de VPRO-televisie, is de co-productiepartner. Ze hebben alle films van Nanook er dus ver ondersteund. Ja, en dan krijg je eerst een wereldpremière in Toronto. Dus de film was eigenlijk, een paar maanden geleden al klaar. Die moet dan vervolgens nog in Berlijn voor de internationale première, heet dat dan. Dus ze hadden zoiets van, ja, kunnen we niet iets leuks in Rotterdam met de film doen? Dan hebben we de VPRO-dag met al die films, kan Brownie Movement daar niet draaien. Ja, dan is dat heel ingewikkeld, want Berlijn wil dat eigenlijk niet. Ja, veel internationaal filmfestival van Rotterdam zijn ook mensen die je een warm hart toedraagt. Het is gewoon een heel leuk festival. Dus eigenlijk wil je ook graag dat de film daar dan iets doet of kan. Maar uiteindelijk, als je de situatie krijgt dat Berlijn zegt van ja, maar als jullie dat doen, dan gaan wij daar moeilijk over doen. En is er een risico dat je bij ons die première kwijtraakt. Dan kies je toch, uiteindelijk moet je als producent samen met de maker kiezen, wat vinden wij dan het belangrijkste. Nou ja, het belangrijkste is toch dat je, ja, dat is hard dan soms, dat je voor het meest prestigieuze festival kiest, wat dan een beetje op jou afstraalt. En dan vinden mensen toch, ja, waarom kies je nou voor hun en niet voor ons? Het Rotterdamse Mediafonds zit ook in de film en die wilde ook iets doen in Rotterdam. Nou ja, dan is het best wel ingewikkeld, want dan moet je die mensen teleurstellen. Dat je niet een soort primeur kan weggeven in je eigen land. Ja, ik vind dat Nanook eigenlijk films maakt zoals ze zelf ook heel erg is. Heel onbevangen, onbevooroordeeld, niet moralistisch, kraakhelder en daarbinnen op zoek toch naar levensvragen, misschien niet over waar moet het heen met het milieu of met de derde wereld, maar toch meer van de westerse mens in de nadagen van een en ander. En hoe je daar in een humanistische traditie overeind kan blijven. Maar dan niet in een klassieke dramatische structuur gegoten. Woody Allen doet het bijvoorbeeld ook, maar heel anders. Maar veel meer in sferen, in kleuren, in heel dicht bij situaties tussen mensen komen die onder spanning staan. Dus echt het leven even mogen vastpakken zoals je je voorstelt dat het bij andere mensen plaatsvindt.